zijn aangekomen in Windhoek. En het is helemaal niet zo laat, maar ik voel me super moe binnen. Ja, vooral omdat het vliegtuig alles donker was. Ik dacht echt lijkt van, oké, straks ook Milk Noor aan. En van hier pakken we de taxi nu ongeveer 3 kwartier richting onze guesthouse. En dat was een klein foutje. De guesthouse heeft een taxichauffeur gestuurd die we niet besteld hadden. En uiteindelijk hebben we het onderhandeld op de prijs. Ja. Goedemorgen. We staan bij Ascot Car Hire. En een van deze auto's wordt onze auto slash slaapplek voor de komende 2 weken in Namibië. Zin in. Dit is onze auto geworden. Met onze tent erbovenop. Ik weet niet of we het heel vaak gaan gebruiken, omdat ja, 's nachts in het desert best koud wordt. En ja, we zullen maar even moeten kijken hoe we wat. Het is een Toyota, alle betrouwbaar. En ja, ik ga hem dan niet wachten. Het ziet er goed uit. Onze boodschappen voor de week zijn gedaan. We hebben goed ingeslagen, want ik weet niet hoeveel winkeltje je gaat tegenkomen daar in het desert. En Farang is even een simkaart gaan halen, want ja, altijd handig als je coverage hebt. In elk geval en zo, het zit er normaal. En we zijn nog steeds niet ontbeten, het is al 1 uur geweest en we zijn nu vertrokken. Het is echt laat gewoon. We zijn eindelijk onderweg. Boodschappen zitten in de auto. Alles ingeladen, breakfast. Eindelijk, het is 2 uur, we gaan nu pas ontbijten. Het was echt stressvol, alles regelen. Het duurde ons serieus, het kostte ons. We vertrokken om 9 uur vanuit ons guesthouse. En 2 uur. 5 uur heeft geduurd. 5 uur heeft alles geduurd, wat de hel. Oké. Okay. We zijn hier aangekomen bij onze glamping-achtige spot. Eigenlijk gewoon een tent, een beetje donker. Misschien in de ochtend beter kunnen laten zien. Waar we in slapen. De auto voor de deur geparkeerd. Ja, een soort van kleine veranda met een keukentje. En hier gaan we eten. We hebben vanmiddag al wat eten ingeslagen. Misschien iets te veel eten. Anyway, we gaan er van genieten. Ik heb echt honger, ik eet alles op hoor. Ja, we zijn hier in the middle of the desert. Buiten is het pikdonker. En de sterren zijn absoluut prachtig, maar ik ben bang dat jullie het niet kunnen zien via de video. We gaan genieten. Ik ben zo vies, ik kan niet in mijn bed liggen. Jongens, ik heb altijd al een keer glamping willen doen. En het is serieus super luxe tent. Dus er kunnen helemaal geen beesten in. Je hoort wel beesten buiten. Salamanders vooral, wat ik extreem hartelijk vind, maar voor de rest gelukkig zit het er niet binnen. We hebben er al een beetje een zootje van gemaakt, maar het is echt mooi, geloof me. Dus voor de honeymooners een tip. Als je naar Afrika komt, doe alsjeblieft zoiets, want het is echt extreem mooi. Dus de badkamer, echt ook heel schoon. Dus de douchruimte en de achtergrond en toilet. En je zit dus echt letterlijk in een tent. En het is niet koud, we zitten hier in de winter in Namibië. Maar ja, de temperatuur in de avond valt gewoon echt heel erg mee. Dus, bij deze. Ik wil het nog even overdag laten zien hoe het eruit ziet. Het is dus onze tent. Dus het ziet er niet zo mooi uit omdat wij ja, geslapen hebben vannacht. Maar het is dus een tent, maar je hebt de comfort van een luxe hotel. Wat echt enorm chill is. Je hebt je douche, je badkamer, de wc'tjes erachter. En het is dus echt ideaal voor een romantic getaway in the middle of the desert. Gewoon alleen in de natuur. Oh, trouwens, je hebt hier ook een keukentje. Als je iets simpels wil koken of zo. Dus echt ideaal. We gaan zo vertrekken weer. Maar padding moet hier aangepast worden. Wielen moeten. Wheel pressure, hoe heet dat? Tire pressure. Tire. De bandspanning moet aangepast worden. We hebben bepaalde dingen ingepakt omdat er hier de stand in gaat en dan kun je het heel moeilijk weer open en dicht doen.
En ja, onze spullen zijn al ingepakt. Dat is echt zo'n gedoe iedere keer, want we slapen iedere keer de nacht. En ja, losse plastic tassen die we ja, snel nodig hebben. En daarachter zitten allemaal tassen. En ja, we gaan zo richting Sossus Fly, de duinen, de beroemde duinen van Namibië. Het is ondertussen 12 uur, maar we hebben eindelijk accommodatie gevonden voor vanavond. En we zijn onderweg naar de dunes. Je ziet het nu al, een beetje in de verte. Oké, we zijn net bij een punt beland waar je niet meer door mag rijden met een gewone auto. Dus je moet per se een four-wheel drive hebben. En zoals je ziet ligt er heel veel zand op de grond en best lastig doorheen te komen. Gelukkig, ja, hopen we tenminste dat we niet vast komen te zitten tot we bij die duinen aankomen. Farang is echt extreem blij, hij vindt het helemaal geweldig. Het is ook een voordrijf had genomen. Het is gewoon een jongensdroom denk ik ofzo. Ik begrijp het niet helemaal, maar het zal wel. Hier zijn we aan het lopen. Eens kijken hoe droog de grond is hier. Ongelooflijk. Die kant op het lopen, ja, eigenlijk die kant. Veel mensen daar eerder geweest zijn, dat noemen ze de Big Mama als het goed is. Nou, ik weet niet of die gaan bereiken, is te ver weg. Ja, echt sick hier, helemaal alleen. We hebben het gehaald, we zijn niet op Big Mama of Big Daddy denk ik, maar serieus met dit hitte ben ik blij dat we dit gehaald hebben. Dit is de route die we genomen hebben. En zand was 1000 graden of zo, ons voet is gebrand. En wij natuurlijk met onze slippers in plaats van schoenen. Onze voeten zien er super rood uit, die denken allebei een beetje verbrand zijn. Dit is view. Maar, ja, de view is het waar. Super mooi. We zijn terug bij de auto. We hebben serieus geen enkel toerist gezien hier, helemaal alleen. Het is wel een beetje eng, je wilt hier niet gebeten worden door een slang of een levensgevaar zijn, want er is echt niemand die je kan redden. Maar ja, het is wel echt heel gaaf. Super vet. Kijk eens. We rijden weer door heel veel zand. Bij de Sossus Fly Lodge, dat is waar we gaan slapen vanavond. Okay, normaal betalen ze echt niet zoveel geld voor een overnachting, maar hier is het of dit of kamperen. En na zo'n dag in de dunes doorbrengen, dan zit je helemaal onder het zand en dan wil je fatsoenlijk kunnen douchen en zo. Dus ja, het is echt gewoon resort. We betalen serieus $220 per nacht. Dat is echt gek gewoon. Dat is niet normaal veel. Ik zou het echt normaal nooit betalen, maar ja, nu moeten we dus. Maar morgen gaan we misschien kamperen, want dat is echt gewoon gek geworden. Het is veel te duur. Dus de view is super mooi. Dus waar je gaat eten straks. Het restaurant. En dan lopen we. Oh my god. Dit is super mooi. We lopen even naar onze kamer hoor. Maar volgens mij loopt het vandaag eerst even om de sunset goed te zien. Ik blame hem niet. Het is hier echt super mooi. Wauw. Jongens, het is onze lodge. Je hoort mij niet klagen. Het is hier echt super chill. Oh, niet dat ik het gisteravond slecht had, maar het is wel heel luxe. Mag wel voor $22, seriously. Dit is de badkamer. Niet slecht voor als je in het desert slaapt, hè. Damn. Oh, zo meteen lekker eten. By the way, dus als je $22 betaalt, is avondeten en ontbijt inbegrepen. Dus ja, dan krijg je wel dat gelukkig, tenminste. En zo meteen lekker eten dus. En ja hoor, zelfs in een resort sta ik oog in oog met mijn grote nachtmerrie, een salamander. En ik ga dus zojuist naar de receptie. Gezegd dat er een gecko is in de kamer en dat die weggehaald moet worden. Word ik keihard uitgelachen door die mevrouw. Ik dacht, hallo, je betaalt $22 voor een freaking resort. En dan verwacht je dat er geen ongedierte is in je kamer. Is dat raar? Seriously? Het is hier extreem romantisch. Er wordt hier live gekookt voor je. En ja. Oké. Okay. $22 wel waard hoor, voor zoiets.
Daarachter heb je het buffet. Dus we gaan even kijken wat we gaan pakken. Ik heb extreem veel honger in ieder geval. Vara, jij? Yes. Okay, het is een beetje donker, je kan niet veel zien. Maar dit zijn dus de starters erin. Met soep, salades, pasta's, alles. En het is een nagerecht. Kan je gelukkig wel goed zien. Het ziet er allemaal extreem lekker uit. Maar ja, dat is dus na het eten. Goedemorgen, tweede dag in de Namibian Desert. En vandaag gaan we naar de Death Valley. Death Valley. Nee, geen Death. Ja, Death Valley. En ja, ik heb wel zin in. Je moet wel weer over duinen gaan lopen, maar die zijn volgens mij niet zo hoog als die van gisteren. En we hebben besloten om vanavond alsnog te kamperen. Want als je binnen de gates blijft, ja, die is afgesloten. En als je daar buiten slaapt, moet je per se om 5:30 weg. Waardoor je de sunset mist. En als je er binnen slaapt, dan heb je camping of extreem dure lodges. We hebben gisteravond al te veel geld uitgegeven, dus we hebben besloten om vanavond gewoon te kamperen. En dan mogen we dus nog een uur langer in de dunes blijven. Dat betekent tot ja, 6:30. En dan hopen we ja, de sunset mee te maken. Dan gaan we alsnog een dune oplopen. En ja, dat zijn de mooie kleuren om de dunes ook kunnen zien. Dus Farhan komt aanzetten met 2 flessen water, want die heb je echt nodig hier. En ja, we zijn er klaar voor vandaag. We zijn weer beland in de zandbak. En lopen hier in de Namib Desert. En op zoek naar Dead Fly. Dat is voor mij een van de meest terugkomende foto van Namibië online. Het zou heel mooi moeten zijn. Ze zijn nu op zoek. En zo is het hier weer beautiful uit. Gelukkig is vandaag niet, het is wel warm, maar het is doable. Iets minder warm dan gisteren, lekker windje. Dus het is doable like this. Kijk hoe prachtig het hier is. Echt super mooi. Hierachter heb je ook in het Dead Valley. We zijn er nog niet heen geweest, want we waren hier beelden aan het schieten met drone die weer kapot is. Echt zo frustrerend. We kunnen weer geen beelden maken hier en ik weet hoeveel het ons weer gaat kosten, maar het is heel irritant. En de Dead Valley. Niet helemaal voor onszelf, helaas 200 toeristen, maar het is hier echt zo leeg. Stel je voor dat het nog bestaat in deze wereld vol toeristen. Super mooi hier. Echt zo'n perfecte Instagram foto place. Stop. En het wordt onze laatste hike in Sausage Fly. Volgens mij is iets van ja, 100, misschien 100 meter hoog straks. Als je daar helemaal bovenin komt. En we willen de sunset gaan zien. Which is over there. So, let's go. Het is echt zo mooi. Het is echt gewoon alsof je op de maan bent beland of zo. Extreem mooi. Namibië, voor jou kom ik terug. Sowieso. Want we hebben nog lang niet genoeg gezien. We zitten op de top, yay! Check all the view. Damn it! Is this pretty or what? Een van de mooiste views die we gezien hebben. We hebben een zitje voor ons gemaakt. En onze voeten begraven in het zand. Het is hier zo lekker warm. Het is echt super mooi. Farang stelt voor om straks zitten naar beneden te rollen. Maar aangezien we vanavond gaan kamperen en naar huis kunnen douchen, denk ik liever ga rennen naar beneden. Dat is ook leuk. En we wachten op sunset. Lekker genieten nu. Het was echt een vette hike. Alleen je kunt de sunset niet echt zien. Het is nog best licht. Want hij gaat achter de bergen onder. En we moeten binnen een uur weer bij de gate zijn. Dat is echt heel irritant hier. Je kan niet langer dan 6:15 in de National Park blijven. Je moet er dan meteen uit. Al slaap je in de park. We hebben daarom gekozen voor camping. Maar goed, nou hopen we nog dat het nog licht is als we onze tent opzetten. Want het is best wel irritant om zo in het donker alles uit te pakken en zo. En ja, we hebben nog eten gekocht van 2-3 dagen geleden bij de supermarkt. We hebben nog pasta salade en aardappeltjes. En dat is ons avondeten van vanavond. Maar ja, avontuurlijke dag. En ja, nacht straks. Dus ja, maar ik vind het vooral heel leuk. Ik was een beetje enthousiast geworden in de duinen. Ik ging zo aan het rennen tot het zand in mijn oog kwam. Ja. Dat is super huilen. Ja,
pikdonker. De maan schijnt. Je ziet wat sterren, maar ik kan niet filmen helaas. Maar hier gaan we vanavond slapen. Dus. Ik heb ze op grond gooien, hè? Ja, maar. Dit is hoe het eruit ziet, van peren. Misschien moet ik het laten zien. Het is hier avond. We hebben hier onze auto met een tent bovenop. Beter in de ochtend laten zien. En we hebben zelf op kampeermiddelen een lampje aangemaakt. En hier wat water aangezet om te gaan koken. We gaan lekker thee drinken. Ja, dat is goed gaan leven. Lekker simpel, maar mooi. Hier zijn we dan in ons tentje. We hebben twee dekens en Marcel heeft het gevoel alsof ze in de Antarctica aan het slapen is. Ik heb vijf lagen aan. Ze heeft vijf lagen aan of zo en twee dekens. Dit is hoe we bij liggen. Hoe dan echt te veel licht dit. Oh ja, ik heb en ja, ik heb genoeg licht. Genoeg ruimte ook. En dat is hoe we doen hier in Namibia, Afrika. Good night everyone. Good night.